Dit museum hangt vol moderne kunst. Vincent van Gogh. En deze bijvoorbeeld. Claude Monet. Nou, modern betekent nieuw. Dit is moderne kunst. Het komt uit 1925. Dat is wel hele oude moderne kunst. Wat is moderne kunst? Ja, dat begint eigenlijk vanaf 1850. Als ze de regels overboord gooien en ja, op een andere manier beginnen te schilderen. De kunstenaar breekt met de klassieke regels. Hij schildert niet meer realistisch, zoals je kunt zien. Ik denk dat dat wel een kenmerk van moderne kunst is. Dit is misschien wel hele vroege moderne kunst, waarbij de kunstenaar gewoon echt zijn eigen weg kiest. Zijn eigen stijl. In één zin, wat is moderne kunst? Hedendaagse kunst, wat zich niet precies aan de regeltjes moet houden van vroeger. Alles overboord? Veel. Moderne kunst, zeggen ze wel eens, dat begint eigenlijk zo 1880. Als mensen steeds meer gaan nadenken over wat is eigenlijk precies het effect van als ik schilder. Als ik dit zie, dan denk ik, nou, dat zou ook uit jaren 2010, 2012 kunnen komen. Is een compliment, denk ik, voor de maker. Ja. Heeft u daar dan van tevoren over nagedacht? Want het is zo modern dat ik ook naar de toekomst moet kijken. Ja, heel veel moderne kunst werd gemaakt met het idee van misschien begrijpt men het in mijn tijd nog niet. Als de toekomstige mens het maar kan begrijpen. En dat is misschien wel een van de essenties van moderne kunst. Dit is typisch moderne kunst omdat hier systemen in zitten. Een isme. Je hebt futurisme. Je hebt impressionisme. Je hebt kubisme. Allemaal verschillende stijlen. Allemaal stijlen, allemaal overtuigingen van hoe je moest schilderen. Of waar het over moest gaan. Nou, Chagall een gekke, want die combineert heel veel ismes. Hè? Al die stijlen bij elkaar zorgen ervoor dat hij een beetje lak heeft aan wat vaststaat. Ja, dat... ja, maar ik denk dat modernisme is echt dat men een systeem heeft van ik ga nu al mijn werken maken volgens dat principe. En dat eindigt ook weer een beetje. Ze zeggen wel eens zo jaren 60 heb je de laatste ismes. En de tijd van nu? Hoe noemen we dat? Hedendaagse kunst? Hedendaagse kunst, en dat is niet meer modern? Nee, zeker niet. Dat is alweer verder dan modern. Ja, maar dan heb je wel weer neo-modernisten. Dus mensen die dus weer opnieuw dat modernisme willen terugbrengen. Dus het is een kakofonie van dingen op dit moment. Dus daarom, het is zo ingewikkeld dat we het gewoon hedendaagse noemen. Hedendaagse kunst, dat is begrijpelijk. Dit ziet er heel modern uit. Als in de zin, dit is heel erg van nu, denk ik. Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Het is niet moderne kunst? Nee, het is hedendaagse kunst. En dat is eigenlijk een jongere generatie kunstenaars en kunstwerken. En als je bijvoorbeeld naar dit schilderij kijkt en je kijkt naar de vormen en naar de kleuren, is het misschien wel iets wat wij herkennen uit deze tijd. Helemaal kleuren kunnen je natuurlijk best wel een leidraad geven voor in welke tijd iets gemaakt is. Ik denk dat als je naar schilderijen uit de jaren 60, 70 kijkt, dat kleurstellingen heel anders zijn. Net als in de mode. Dit is hedendaagse kunst. Dit is hedendaagse kunst. Ja. En hij gebruikt ook een materiaal wat in de jaren 50, kan ik me zo voorstellen, of in de jaren 20, niet zo heel gebruikelijk was voor een kunstenaar om te gebruiken. Wat is het? Kunsthars. Kunsthars. Ja. Het ruikt ook een beetje ruikt apart. Ruikt heel sterk, ja. Moderne kunst is gemaakt van ongeveer 1880 tot, laten we zeggen, 1960. En dit is allemaal na 1960. Kunst van nu. Anything goes. Alles mag. Er wordt door de kunstenaar niet alleen gebruik gemaakt van verf, ook van andere materialen. Of gewone voorwerpen. Video's. Vrij cool.